Goedenavond. Laten we eerst met een gebed beginnen. Heren, we danken u voor uw woord. We danken u voor uw belofte. En dat we in die zin ook uit die liefde mogen leven. De liefde die u wilt wekken in onze harten. En we bidden u of u ook wilt zijn met uw volk Israël. Of u het wilt vertroosten en sterken. En wil ook onze harten wenden naar uw woord, opdat wij u leren liefhebben, ook uw volk leren liefhebben. Heere, dat bidden we u alles in de naam van Jezus Christus, onze redder en verlosser, de Messias van Israël, die wij zo mogen kennen en erkennen en ook zo bij hem mogen horen door zijn liefde alleen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Misschien een van de bekendste zinnen is uit Esther wel, wanneer Esther uiteindelijk zich toch heeft laten aanmoedigen door Mordechai om te pogen het volk te redden. Ik kom daar straks even op terug, maar we lezen dat gedeelte, dat zijn de slotverzen van hoofdstuk 4, daar waren we ook ongeveer gebleven. Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet, drink niet, 3 dagen lang, nacht en dag. Ik zal ook zelf zo vasten samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Dan zal, als ik dan omkom, kom ik om. Kom ik om, dan kom ik om. Toen ging Mordechai weg en deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. Tot zover. We hebben vorige keer al vastgesteld dat het boek Esther in die zin lastig is, omdat namelijk de naam van de Here er niet in voorkomt, het begrip God niet en zelfs de term Here als aanduiding van God ook niet voorkomt. Er is dus indirect eigenlijk alleen maar een verwijzing naar de God van Israël. Hij lijkt dus de grote afwezige. En toen heb ik er ook op mogen wijzen dat Esther betekent eigenlijk ook, behalve sterretje in het Persisch, en Hadassah betekent myrte, die zalving. Vervolgens dat dus Esther ook betekent verborgen. Dus dat de Heere God zich verborgen houdt. En uit die verborgenheid is hij aanwezig. Je kunt daarbij ook denken aan bijvoorbeeld een boek als het boek Rut. Waar dat eigenlijk ook een beetje aan de orde is. Dat de Heere God niet heel nadrukkelijk aanwezig is. Hoewel daar natuurlijk nog wel weer meer dan bij Esther. Maar dat het toch dat hij eigenlijk meer op een verborgen wijze aanwezig is. Dat is op zichzelf al een troostrijke gedachte, vind ik, dat de Heere God nabij kan zijn, ook juist in de verborgenheid van de situatie waarin wij ons verkeren. Nu, we hebben een vorige keer vrij uitgebreid gesproken over de figuur van Ahasveros, koning Xerxes, kennen we hem vooral ook het beste als de Perzische koning die ten strijde trekt, zo'n beetje in deze tijd dat dit boek speelt, zeg maar. Dat wordt zo niet genoemd, maar in de tijd dat de Perzische koning oorlog voerde met Griekenland. Interessant daarbij was natuurlijk vooral om op te merken dat Ahasveros, die zo'n groot rijk beheerst, van zo'n beetje de grens van Pakistan tot in Afrika, dat hij toch wordt afgeschilderd als iemand die volkomen afhankelijk is en eigenlijk zelf geen beslissingen kan en durft te nemen. Hij is zelf zo'n zwakke leider dat hij een iemand die eigenlijk weinig waarde heeft. De Fransen zeggen dan een non-valeur, dus iemand die eigenlijk geen waarde heeft, dat die
aan de macht komt. En wanneer die dan macht krijgt, dat is Haman, staat er ook nog bij dat iedereen voor hem moet buigen. En het aardige is natuurlijk daarbij de verborgen grap ook weer, dat het vanzelfsprekend is dat voor de hogere en lagere zich moest buigen. Nu, Mordechai doet dat niet. Hij buigt heel nadrukkelijk niet. En daar wordt er uiteindelijk toch een soort antisemitisch plan opgezet. Hij wordt gemeld door de anderen. Dus dan hoor je al meteen van, daar is iets aan de hand. Dus dat antisemitisme is dus niet een christelijke uitvinding, maar is al veel ouder. Het is natuurlijk betreurenswaardig dat de christenen zich dikwijls hebben laten verleiden om daar toch in mee te gaan. Maar strikt genomen zou dat natuurlijk helemaal niet kunnen en niet mogen. Het Nieuwe Testament is immers door Joden geschreven en veel van de evangeliën zijn eigenlijk uitingen van, zou je kunnen zeggen, interne discussies tussen Joden die de Heer Jezus als Messias belijden en Joden die dat niet doen. Nu, Esther is dus een boek waar dus dat Jodendom bedreigd wordt in dat grote rijk. En wel zodanig door deze Haman dat hij niet alleen Mordechai wil doden, maar dat hij al zijn volksgenoten wil doden. Nu, dan is Mordechai in grote rouw. En Esther gaat dus een poging wagen om hem te redden. Die stemt in met zijn plan. En dat is aardig. Daar staat eigenlijk wel het woord van wetgeving. En zij handelt dan niet naar de wet van de Mede en Perzen, want zij is dus nu voornemens om naar de koning te gaan. Maar zij schrijft dan dus een soort vasten uit wanneer zij dat gaat doen, in de hoop dat zij het mag overleven, want je kon niet zomaar naar de koning toestappen. Dat was verboden. Ook als koningin mocht zij dat niet doen. En dan geeft zij aan van, wil dan allemaal, aan de hele Joodse gemeenschap daar in Susan, wil met mij mee vasten. En dan staat er, toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. Dus dat zijn die geboden. Dus je merkt dus opeens dat dus Mordechai, die eigenlijk op een verborgen wijze voor Esther de aanwezigheid van de Torah, van Gods woord was, dat dat nu omdraait en dat dus nu Esther opdraagt aan Mordechai. Dus dat er een soort communicatie en tegelijkertijd ook een soort verandering plaatsvindt. Nu, dan gaat Esther, gaat naar de koning toe en wacht dan af en de spanning is dan natuurlijk groot, maar inderdaad, zij mag dan binnenkomen en zij gaat dan heel nederig te werk en zij vraagt dan om een maaltijd te mogen houden in haar huis. En zij heeft als koningin eigen vertrekken. En of daar de koning wil komen en of ook Haman daar aanwezig zal zijn. Dus Haman wordt daarmee eigenlijk alleen maar gevleid in zijn gedachten en in zijn hoogmoed. Dat hij namelijk denkt dat hij dus niet alleen bij de koning, maar ook bij de koningin in aanzien is. Hij heeft dus op geen enkele wijze door dat Esther eigenlijk Hadassa heet en eigenlijk een Joodse vrouw is. Dat is namelijk haar opgedragen dat nog niet te zeggen. Nu zal ze dat wel moeten gaan zeggen, maar tijdens die maaltijd doet ze dat dus de eerste maaltijd niet. En dan aan het einde dan komt er een tweede maaltijd. Dus zij nodigt hem uit voor een tweede maaltijd. Maar eerst is er nog die eerste
maaltijd waarover Haman zich dan zo verheugt dat hij, wanneer hij naar huis gaat en ziet dat Mordechai niet buigt, dat hij onmiddellijk besluit om een grote houten paal op te richten in zijn tuin, bij wijze van spreken, of bij zijn huis. En daar zal hij Mordechai aan ophangen. En hij wil met blijdschap naar die maaltijd gaan. En dan wil hij dus daar, hij is dus daar zeer trots over en verheugt zich over dat, die uitnodiging, zeg maar. Nu, dan gaat Mordechai, pardon, dan komt Haman, die gaat zo naar huis en die laat dus die galg in orde maken. En dan komt misschien eigenlijk wel het meest grappige gedeelte van de hele tekst. Dat namelijk, in die nacht slaapt de koning niet. We hadden al gezien dat hij een zwakke heerser was, maar hij is dus blijkbaar ook een kwetsbaar mens. Dus ook al is hij je wereldheerser, dan nog is hij kwetsbaar en hij kan dus slapeloos zijn. Er is een kinderverhaal, vertelling door Klaas Smeelik gemaakt. En daarin wordt dan voorgesteld dat de koning niet in slaap kan komen en dat hij eerst schapenkoppen gaat tellen, daarna mensenkoppen, want hij was ook heel wreed in zijn gedrag. En tenslotte kan hij dan nog de slaap niet vatten en daarom laat hij zich voorlezen uit de kronieken van dus eigenlijk de notulen van de afgelopen tijden. En dat is blijkbaar zo saai, dan moet hij wel in slaap vallen, suggereert Smeelik dan. Nou, dat is natuurlijk wel fraai, maar wat gebeurt er dan wanneer de koning de slaap niet vatten kan? Dan wordt er voorgelezen en dan wordt er dus verteld hoe Mordechai eigenlijk zijn leven heeft gespaard door die aanslag die er dus op hem beraamd was. Wel interessant om te weten dat Xerxes inderdaad uiteindelijk ten gevolge van een aanslag is overleden. Dat is veel later. Dat dus hij dan zich afvraagt van, ja, wat heeft Mordechai daarvoor gekregen? Nou, helemaal niets, helemaal niets. Daar is dus nog niks gebeurd. En op dat moment, terwijl de koning zich afvraagt van, ja, hoe moeten we nou Mordechai eer bewijzen? Op dat moment komt uitgerekend Haman binnen. En Haman is natuurlijk helemaal aan de top van zijn kunnen. Want hij is van plan om te vertellen dat Mordechai aan het hout zal worden opgehangen, dat hij heeft opgericht. En dan ontbiedt de koning Haman. Dus Haman staat daar, maar kan eigenlijk op dat moment eigenlijk nog niks zeggen. En dan stelt de koning de eenvoudige vraag: zie, wat zal er nou gebeuren met iemand die geëerd wordt door de koning? Nou, en Haman is zo trots en zo ijdel. Maar hij is ook een Jodenhater, vergis je niet. Hij is zo ijdel dat hij denkt dat het om hemzelf gaat. Dus wat vraagt hij dan? Het hoogste van het hoogste. Hij vraagt om te zitten op het paard, hè, dus het teken van strijd en macht van de koning. Het gewaad van de koning zelfs en zelfs de koninklijke diadeem op het hoofd. En dat dan daarna iemand daarvoor uitgaat die dan uitroept: zo doet de koning met iemand aan wie hij eer wil bewijzen. En dan zegt de koning: dat lijkt me een uitstekend plan. Wil dat doen aan Haman, wil dat doen aan Mordechai. En dan moet jij, Haman, voor het paard uitlopen. Nou, u hoort wel hoe Haman dat met uiterst lange tanden doet, maar juist, hij was naar de koning gegaan om te vertellen dat hij Mordechai zou doden. En nu gebeurt dus eigenlijk het tegenovergestelde.
Je zou kunnen denken aan de eerste worden de laatste en de laatste worden de eerste. Hij die vernederd wordt mag verhoogd worden en hij die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Nu, dat zie je hier eigenlijk in de tekst allemaal terugkeren. Dus dat zijn uiterst bijbelse en ook oud-testamentische principes die hier doorklinken, waarbij je dus ook op een verborgen wijze ziet hoe de verheven figuur zichzelf eigenlijk in een kuil laat vallen van zijn eigen ijdelheid. En dan moet hij dus Mordechai rondleiden. En dat doet hij ook. En hij is dan, daarna is hij natuurlijk uitermate in de put en doet daar thuis verslag over bij zijn vrouw. En die zeggen dan, vrouw en een aantal vrienden, die zeggen van ja, maar als het als u iets tegen Mordechai bent begonnen, die uit het geslacht is van de Joden, dan zult u niets tegen hem kunnen doen. Integendeel, u zult voorzeker voor hem ten val komen. Dus die voelen wel dat wie aan Gods volk komt, eigenlijk aan Gods oogappel komt en daarmee aan God zelf. En dat dat dus uiteindelijk een zinloos plan zal blijken te zijn. Nou, daar loopt natuurlijk uiteindelijk het boek ook op uit. En dan komt dus de maaltijd van de koning bij Esther en ook Haman is daarbij. En dan vraagt de koning, vraagt aan Esther wat ze hebben wil. En hij zal waarschijnlijk weer een beetje dronken zijn geweest. Want hij zegt, wat u ook verzoekt, ik zal het vragen. Al was het maar de helft van het koninkrijk. Nou, stel je even voor, dat is natuurlijk echt haast dronkenmanspraat. Maar Esther zegt dan, of er dus nog een keer die maaltijd wordt gehouden. En als dan die tweede maaltijd wordt gehouden, dan zegt ze van, wil mij toch in leven houden. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en slavinnen verkocht zijn, dan zou ik misschien nog hebben gezwegen. Als ook de tegenstander de koning dan schade zou kunnen vergoeden. Toen sprak koning Ahasveros en zei tegen de koningin, wie is hij, waar is hij die zijn hart zo vervuld heeft om zo te handelen? Dan wijst Esther Haman aan en dan is de koning zo kwaad. En dan staat er opnieuw weer bij, woedend stond de koning op van het drinken van de wijn en hij ging naar de tuin van het paleis. Dus hij gaat dus om af te koelen, gaat hij dus de paleistuin in. Dus ook hier weer, hij kan dus niet zelf zomaar een beslissing nemen. Je ziet dus de besluiteloosheid van Ahasveros is haast spreekwoordelijk geworden. En dan in die tuin staat hij daar te mokken en dan komt hij min of meer wel weer bij zinnen en dan wil hij terugkeren. Maar ondertussen, wat is er ondertussen gebeurd, heeft Haman, die is op de knieën gevallen bij het rustbed waar Esther op ligt en die smeekt dan eigenlijk, want die voelt natuurlijk wel dat hij natuurlijk nu ten dode opgeschreven is en dat zijn plan dus in het tegendeel is verkeerd. Maar met dat hij daar zo bij Esther neerknielt en bij dat bed, wordt de koning als hij terugkomt uit de tuin helemaal razend van woede. We hadden al gehoord dat hij last had van woedeaanvallen, dat hij in die zin een zondig mens is. En dan zegt hij, zou hij ook nog de koningin aanranden in mijn bijzijn? Dus hij ziet dat dus als een schending van zijn vrouw en een aanranding. En dan
moet Haman letterlijk uit de ogen worden genomen. Dan moet hij uit het zicht van de koning. Dan staat er, toen bedekte men het gezicht van Haman. Dus hij krijgt in feite een soort zak over zijn hoofd. Nou, en dan is er, dan zegt een van de knechten, die zegt van, ja, er is nog een paal, die staat daar voor Mordechai. En dan besluit de koning dat Haman daaraan gehangen moet worden. Nou, dat gebeurt dan. En dan is dus Haman wel vermoord en veroordeeld en gedood, maar... De wet was er nog wel, dus al die vernietigingswet ten aanzien van de Joden, was er, die lag nog wel vast. Dat was een wet van Mede en Perzen, dus die moest worden herroepen. Nou, die wordt dus dan inderdaad uiteindelijk herroepen. En dan wordt dus zelfs Mordechai in de plaats gegeven. Mordechai krijgt dan de bestuursfunctie die Haman had. Dus je ziet dus inderdaad wat dus steeds in die Bijbel aanwezig is. Hij die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zich vernedert voor God, die zal verhoogd worden. Dus ook hier weer vind je eigenlijk op een verborgen wijze de Heere God aanwezig, die dus ook zijn volk laat redden. En dan worden dus de boden van de koning worden weer opnieuw het hele land doorgestuurd. En wordt dus uiteindelijk aangegeven dat dus de Joden in leven mogen blijven. En dat dus Mordechai die vooraanstaande positie heeft gekregen. En daarover ontstaat natuurlijk geweldige blijdschap. En er was licht en blijdschap, vreugde en eer bij de Joden. Let op dat er ook licht is. Dat doet een beetje denken aan de plaag van de duisternis. Wanneer dan er duisternis over het land Egypte komt, dan is er licht in het land Goshen. En volgens sommigen kwam dat licht vanwege het lam wat ieder in huis had ter voorbereiding van het offer wat gebracht moest worden, opdat er bloed gestreken mocht worden, de verderfengel voorbij zou mogen gaan en het volk gered zou mogen worden en bevrijd onderweg zou mogen gaan naar het land van Gods belofte. Dus dat er licht was, is in die zin wel even iets om op te merken, want dat doet daar dus aan denken. Dus het is opnieuw een grote bevrijding die hier een rol speelt. En dan komt er eigenlijk een vrij duistere passage, namelijk dat dus zeg maar de vijanden, want u ziet dat het dus blijkbaar niet alleen maar om Haman ging, daar waren we natuurlijk al achter gekomen, dat het niet alleen om Haman ging, maar dat er dus ook zoveel waren, hè, dat antisemitisme, dat kruipt helaas ook in onze tijd weer alle kanten op. En dat is een soort verderf wat alles doortrekt en wat dus zeg maar zo oud eigenlijk al is, vanaf eigenlijk de verachting van Jacob al, zou je kunnen zeggen. Dus het is misschien nog wel ouder. Dus je zou daarover kunnen spreken. Nu, de Joden sloegen dus hun vijanden met het zwaard. En ze deden met hun haters naar hun goeddunken. Dat zijn echt wel teksten waar mensen over het algemeen geneigd zijn om de Bijbel snel weer dicht te leggen. En te roepen van ja, het is ook altijd zo geweest en alles blijft ook wel hetzelfde. Maar zo moet je dat denk ik toch niet helemaal zien. Het gaat niet zozeer om een vergeldingsdrang in die zin. Het heeft meer te maken met het feit dat Gods vijanden zullen uiteindelijk vergaan. Dat staat ook in de psalm. En dat is het punt. Of in psalm 139, dat is ook de mannen van bloed. Dat zijn degenen die zou ik niet haten wie u haten.
Dus het is haat tegenover God. En die zal uiteindelijk worden teniet gedaan. En wanneer dus de Bijbel in zulke woorden spreekt, moeten we ons niet laten ontmoedigen, maar moeten we juist veel eerder op vertrouwen dat de dingen die vandaag gebeuren in Oekraïne of weet ik waar ter wereld, geweld en verachting van mensen, dat kwaad uiteindelijk nooit het laatste woord zal hebben en dat dus ten onder zal gaan. En in die zin is zelfs het boek Esther eerder een bevestiging van Gods woord dan dat het daarmee in strijd zou zijn of dat het terzijde zou moeten worden gelegd. Dan krijgt in het laatste hoofdstuk Mordechai een geweldige macht toebedeeld. Hij blijkt dus ook tot een zegen te werken. Namelijk machtige, geweldige daden en de verklaring van zijn grootheid van Mordechai, die door de koning werd grootgemaakt, zijn die niet beschreven in het boek van de Kronieken. En de Jood Mordechai immers kwam op de tweede plaats na koning Ahasveros en hij stond in hoog aanzien bij de Joden en bij de menigte van zijn broeders en was hem goed gezind, want hij zocht het beste voor zijn volk en hij sprak tot welzijn van heel zijn nageslacht. Nu, daar vind je eigenlijk ook weer trekken terug uit de Torah, namelijk bij Jozef, dat ook Jozef onderkoning wordt en juist dan tot zegen zal zijn en tot redding. En de vraag die dus Mordechai aan Esther had gesteld, van zou het niet zo kunnen zijn dat jij hier moest zijn, rijmt precies op de opmerking en de vraag ook van Jozef, wanneer die zegt van moest ik hier niet zijn, juist om u te redden. En in die zin wil ik er dus eigenlijk alleen maar voor pleiten dat het boek van Esther met grote eerbied en vreugde behandeld mag worden, juist omdat er ook zoveel veel humor in verstopt is. De koning die ontmaskerd wordt als een dronkaard. Esther die eerst aarzelt, maar uiteindelijk toch tot redding mag zijn. Haman die vol van haat is. En dan is er ook nog het grote Purimfeest, wat naar aanleiding hiervan gevierd wordt. En dat Purimfeest, dat kennen wij als christenen natuurlijk niet, maar het is een prachtig feest waarbij iedereen wijn mag drinken en wanneer in de synagoge de tekst gelezen wordt van de feestrol, het boek Esther dus, dan mogen de kinderen met een ratel slaan. En die hebt u vorige keer al even gehoord, die ratel. Dus de ratel mag dan slaan zodra de naam van Haman klinkt, want die naam mag eigenlijk niet gehoord worden. Daarmee dus het tegenovergestelde van de naam van de Heere, die je weer niet mag uitspreken. Dus de naam van Haman zal niet gehoord worden en de naam van de Heere mag je niet uitspreken. Hoort u nu ook een beetje hoe dan het boek Esther als het ware ons toch een soort spiegel voorhoudt en juist getuigt van die verborgen aanwezigheid van de Heere God. En dat dus juist dat ook aanleiding mag zijn tot grote vreugde. De regel is op het Purimfeest dat iedereen daar verkleed naartoe gaat. Dus het is een soort carnavalsfeest. En daar wordt ook stevig bij gedronken. Zozeer zelfs dat er zoveel gedronken mag worden dat je het verschil niet meer weet tussen leven Mordechai en dood aan Haman. Dus dat geeft wel even iets aan over hoe groot dat feest uiteindelijk geworden is.
opvallend is natuurlijk dat in de geschiedenis, en ook in de christelijke geschiedenis, juist dit boek zo volstrekt onderbelicht blijft. Daar kunnen we natuurlijk rationele argumenten voor geven, maar juist omdat het ook een feestrol voor Israël is en voor de Joden, ligt daar ook op die terughoudendheid naar Esther toe, mijns inziens, wel een klein beetje een schaduw. En dat, je zou natuurlijk kunnen zeggen, dat heeft te maken met die enorme slachtpartij waarmee het uiteindelijk gaat, waarmee je uiteindelijk eindigt. Maar ja, het boek Openbaring eindigt ook met de ondergang van Babel. En we horen natuurlijk ook wel op andere plaatsen. Hè, nogmaals, Gods vijanden vergaan. Dus is dat het enige argument? Ik weet het niet. Ik heb nooit daarover gelezen dat het met opzet uit anti-judaïstische motieven een beetje verwaarloosd werd. Dat zou kunnen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Daar is mij zo niets over bekend. Ik weet wel nogmaals dat grote theologen als Luther en Calvijn er eigenlijk nauwelijks enige aandacht aan hebben besteed. En dat is jammer, want het is een geweldig getuigenis over hoe God zijn volk wil bewaren, hoe de redding hier ook concreet mag worden en hoe dat dus ook concreet mag worden voor zijn volk. En dan is het dus ook goed om te bedenken dat dus wat dus hier is ingesteld, die viering van dat Purimfeest, dat ja, nog steeds gestalte heeft bij Israël. En ik weet niet of u daar wel eens een keer afbeeldingen van hebt gezien, of misschien dat u een keer in Israël was en daar ook concrete dingen van hebt meegemaakt. Dat weet ik eigenlijk allemaal niet, maar het zal zeker de moeite waard zijn. En het is zelfs zo dat dit Pur, dat wordt ook beschreven in de Bijbel, men noemt die dagen Purim vanwege de naam van het Pur. En dat was het lot wat Haman in zijn bijgelovigheid geworpen had. En dat hij er niet uitkwam en dat hij min of meer een jaar lang aan het dobbelen was geweest, of meer dan een jaar, anderhalf jaar haast. En dat het juist een dag niet van ondergang is, maar een dag van grote vreugde. Een dag van teken van leven. En dat het dus ook gevierd mag worden. En dat ze het vieren van deze twee dagen niet zouden overslaan, volgens het voorschrift daarover en op de vastgestelde tijd ieder jaar. Dus het zou, en elk jaar weer, en dat gebeurt dus nog steeds, worden herdacht voor elke generatie. En ook daarin zit natuurlijk iets van de belofte van God en zijn grote toekomst. En zo eindigt dus ook het boek, hè, tot welzijn van heel zijn nageslacht, namelijk het nageslacht van het volk. Dus het nageslacht dat de Heere God uiteindelijk dat bewaren zal. Ik herinner me hoe we ooit een keer bij Christenen voor Israël in de grote Sefardische synagoge aan de Daniel Meijerplein waren. Toen die gerestaureerd was net. En hoe mooi dat was. En toen was er iemand die zei van, hoe kan het nou eigenlijk dat die synagoge bewaard is gebleven? En toen kwam het afschuwelijke antwoord dat de nazi's van plan waren om daar een entleuzingsmuseum van te maken. Dus te laten zien van zo hebben we uiteindelijk alle Joden weten te vernietigen. Nou, daar lijnrecht tegenover staat dus nu deze levende en nog steeds in gebruik zijnde
grote en prachtige synagoge. Maar daar nog veel meer staat daar tegenover natuurlijk. Het grote gedenkcentrum van Yad Vashem. Dat wanneer je tijd en ruimte, dat gevoel verliest. Wanneer je die ruimte doorloopt en al die verschrikkingen ziet die de Tweede Wereldoorlog over het volk heeft gebracht. Maar dat je dan uiteindelijk eindigt met een groot vergezicht over Jeruzalem, het huidige Jeruzalem. En als christen kun je dan natuurlijk haast niet anders denken van ja, zo zal uiteindelijk ook, wanneer we heen en weer geslingerd zijn door de geschiedenis van deze wereld, uiteindelijk toch dat vergezicht met Israël mogen ontvangen op dat hemelse Jeruzalem, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En eigenlijk is mijns inziens daar het boek Esther ook een getuigenis van. Dus daar wou ik het eigenlijk bij laten. Je ziet hoe dus de Jodenhater ten onder wordt gebracht. En dat je daar dus ook steeds alert op mag zijn. Daar wou ik eigenlijk ook mee eindigen. Namelijk met een wellicht u bekende tekst. Maar voor veel mensen is hij niet bekend. Die herinnert aan de gevaren en die eigenlijk ook herinnert aan wat er in de Shoah, in de Holocaust gebeurd is. En we lezen dat in Spreuken 24, namelijk: als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt. Denk aan koning Ahasveros, die zich slap opstelde en daardoor kon die Jodenhater Haman zijns ondanks naar boven drijven. Red hen die opgepakt zijn voor de dood. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt, zie, we hebben het niet geweten. In het Duits staat er letterlijk, we hebben het niet gewoest. Zal hij die de harten toetst dat niet merken? Hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten? Immers, hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Dus daarvan getuigt eigenlijk ook het boek Esther. Dat dus door de uiteindelijke redding van Gods wegen, want God had bij toeval Esther daar laten zijn, zodat zij haar volk mocht redden. Ach, was er maar een Esther geweest in de Tweede Wereldoorlog, denk je dan? Nu, daar zijn grote vragen, grote pijn, groot verdriet. Maar hoeveel te meer mogen we dan nu, na de oorlog, toch dit blijven gedenken en ons blijven inzetten en blijven sterk maken daar waar antisemitisme toch weer de kop opsteekt en telkens weer in een nieuw jasje gestoken zijn kwaad wil aanrichten. In de eerste plaats naar de Joden, maar het is ook waar wat Jonathan Sacks ooit heeft gezegd. Het begint met antisemitisme, maar het eindigt er nooit mee. Het pakt uiteindelijk uit tot leed voor iedereen. Zoals de zegen waarmee het boek Esther eindigde, wanneer Mordechai zo'n belangrijke functie heeft gekregen, als was hij een soort Jozef, en Jozef is de gestalte van de Messias. Dat Mordechai dan tot zegen mag zijn voor heel het volk. Daar wou ik het eigenlijk bij laten. Laten we met een kort gebed eindigen. Heer, we danken u dat we zo in alle beknoptheid toch even nog weer dat boek van Esther mochten bekijken. En hoe we daarin mochten horen dat uw bewarende liefde naar uw volk uitgaat. Heer, wil het dan ook bewaren en wil vrede geven in Israël, ver boven ons verstand en bidden uit. Wil gij dat schenken naar uw wil en maak ons getuigen van uw heilige liefde alleen. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen.